Vandaag mogen wij alleen maar met de Galactus Loot gebruiken in Fortnite. Heb je daar nog zin in en wil jij Galactus verslaan? Smash dan zeker even je blauw duimpje omhoog. En vergeet ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. We hebben echt bijna die 210.000 abonnees. En ik geef elke dag een random iemand in Fortnite een gift. En het enige wat jij moet doen is geabonneerd zijn op mijn kanaal. In de comments even je epic naam achterlaten. Mijn sportencreditcode knijnen gebruiken in de itemshop. En stuur mij daarvan even een bewijsje op Instagram. En wie weet win jij wel een gift. En wij zitten in een potje. Het eerste wat wij dus moeten vinden is zo'n Galactus ding, zo'n robot. Geen idee hoe het heet. Dus ik blijf gewoon lekker in de bus zitten. Totdat er een rode straal komt. En dan gaan we dat wapen toch even pakken. En dan gaan we iedereen afmaken. Het liefst wil ik Galactus afmaken, maar waarschijnlijk gaat dat niet lukken. Kijk, als er nou gewoon even een rode straal komt, zou ik het best wel waarderen. Voordat iedereen zeg maar al dood is straks. Ik weet dus uit mijn hoofd een paar vaste plekken waar die dingen kunnen komen. Alleen als hij er niet is, dan heb ik geen zin om de hele map over te lopen. En we hebben een rode straal gevonden bij Salty Springs. Ik dacht oprecht dat ze niet meer zouden komen. En waarom ben ik met Doomstorm heen? Vraag je af. Ja, hele goede vraag. Ik heb ook echt geen idee. Maar geef me alsjeblieft even een shield. Kijk, dit is helemaal top. Er is namelijk één probleem aan als ik dat wapen heb. Ik kan dus geen shields meer gebruiken. Helemaal niks. Ik kan niet bouwen. Dus waarschijnlijk als ik dat ding heb, ga ik keihard dood. En dit is oprecht een lastige challenge. Kijk, dit is nou top, hè. Jut. We pakken de chopper. Dus Doomstorm heen. Doei. Ik ga er vandoor. En we gaan naar die rode robot toe. En het enige wat wij moeten zien te krijgen is dus zo'n klein robotje. En daarmee kunnen wij schieten. Zodra ik die robot heb, kan ik dus niet meer healen. Ik kan niet bouwen. Dus waarschijnlijk ben ik keihard dood. Hallo robot. Ik kom je halen. Of nou ja, ik kom je mini robot halen. Oké, kijk. Dit ding is precies wat wij moeten hebben. Dus als jij even kapot wil gaan. Zo, dankjewel. Niet ontploffen. Niet ontploffen. Hoppakee. En nu mogen wij letterlijk alleen maar dit wapen gebruiken. Dus waar zijn enemies? Ik zie daar een enemy op de grond liggen. Ga jij eens alvast even dood. Oké, mijn aim met dit wapen is in ieder geval niet heel goed. En waar zijn alle enemies? Kom eens even lekker naar mij toe. En ik ben zo bang dat ik word geraakt, want ik kan dus oprecht gewoon niet healen. Zodra ik dit wapen laat vallen, is hij weg. En daar heb ik niet zoveel zin in. Natuurlijk kunnen we wel een nieuwe pakken, maar daar heb ik ook niet heel veel zin in. En ik zie daar een enemy. Let op hoe goed dit wapen is. Bim! Bim, 36 hit. Ik neem het terug. Misschien is het wapen niet heel goed. Maar let's go, we hebben de eerste kill. En met dit wapen kan je trouwens heel makkelijk die robot verslaan. Alleen ik vraag me dan ook af. Kan ik met dit wapen ook Galactus verslaan? Laat het even weten in de comments. Ik heb geen idee. En hallo, waar zijn de enemies? Normaal is het altijd pauperdruk hier. Maar nu helemaal niet. Waarschijnlijk is iedereen al dood. Omdat ik net letterlijk een uur zat te wachten. En zie ik daar nou een enemy. Wow, ik ben beschoten. Nee. Ik vind het zo naar dat ik niet kan bouwen. Zo, gaan jullie eens even lekker dood. Dit ding is een laser, jongen. Dat is niet normaal. Nee, niet op mij schieten. Auw. Oké, ik heb één enemy daar bijna dood. En ik moet echt precies die enemy raken. Weet je hoe lastig dit is? Ga dood, ga dood. Enemies, nee. Ik hit echt letterlijk helemaal niks. Oh, dit wapen is zo slecht. Hoe ga ik nou ooit winnen met dit wapen? Ga jij even dood? Oh, ik heb iets schiet. Ik weet niet of het een enemy was. Come on. Oh, dit is echt dramatisch, dit wapen. Ja, waarschijnlijk moet ik van iets dichterbij gaan schieten. Maar waarschijnlijk ga ik dan keihard dood. Omdat ik niet kan bouwen. Oké, ik moet dit oprecht echt heel voorzichtig gaan doen. Ik ben blij dat ik shields heb. Want ik kan namelijk ook geen shields nemen. Als ik letterlijk iets anders pak dan dit wapen, gaat het weg. Oh, hier zijn veel enemies. Oké, come on. Vanaf boven. Bim. Nu moet ik jullie wel raken. Let's go. Dat is één. En ga jij ook even dood? Come on. Ja, kijk. Dit is nou top. En oh, nee. Nee. Nee, hier is nog zo'n mini-robotje. Ik weet dat ik jou nu in je handen heb. Maar laat me met rust, oké? Maar nu is de vraag. Waar zijn de andere enemies? Oh, zie ik daar nou een enemy? Bim. Ik durf gewoon niet met zo'n wapen naar binnen te gaan, hè? Dan ben ik echt flink de lul, hè? Wow. Er zijn hier meerdere enemies. Nee. Ik mag niet geraakt worden. Oké, let op. Achter de paal. Nee. Niet naar me toe lopen. Waarom mis ik bijna elke kogel lekker voor je? En waar is je teammate? Ik kan jou ook niet shakedownen, want dan gaat het wapen ook weg. Hallo, teammate. Ben jij toevallig hier binnen ergens? Jou ga ik in ieder geval even keihard doodmaken. En waarom kan ik jou amper raken voor zo dichtbij? Kijk, het liefst wil ik nu dit dak opbouwen. Alleen dat kan dus niet. Enemy. Kom jij eens naar mij toe. Oké, ik ga jou ineens pushen. Weet je wat? Ik ga wel lekker gewoon omlopen. Hallo, enemy. Ik weet dat jij hier ergens bent. Jij bent hier binnen. Kijk, het liefst ga ik nu bouwen en jou kapot maken. Alleen dat kan niet. Enemy, waar ben je? Hallo. Is het slim om hier naar binnen te gaan? Ik heb geen idee. Hallo, enemy. Ben jij toevallig hier? Ben jij hier boven? Oh. Hier is een enemy. Volgens mij is een enemy hier binnen. Ik weet het niet zeker. Kijk dan hoe slecht het wapen is. Nee. Niet met je shotgun. Oh, dat scheelde oprecht echt helemaal niks. En waarom pak ik jouw loot? Ik heb helemaal niks in jouw loot. Maar we hebben gewoon nog 5 kills met het wapen. Nou, ik zeg je eerlijk, ik vind het best prima. Mijn doel is om met het wapen 10 kills te halen. En trouwens, ik ga hier heel gauw weg, want anders gaat Wolf
frame afmaken. En we hebben weer een nieuwe enemy gevonden. Come on, kom eens naar mij toe. En van iets verder dit keer. Maar laat even weten in de comments, hè. Ben ik nou zo scheef of is dit wapen gewoon echt heel slecht? Nee, wat ga je een granaat op me gooien, gek? En ik wil jou nu zo graag shakedownen. Alleen dat kan niet, want dan drop ik dit wapen. Dus ga jij even lekker dood zo. Waar, oh waar is jouw teammate? En waarschijnlijk horen jullie het niet. Alleen dit ding in mijn handen, die praat gewoon tegen mij. Kijk, ik snap dat je terug wil naar je grote robotvriend. Maar dat gaat niet gebeuren, maat. Ik moet gewoon even pauper veel kills met jou maken. Dus waar zijn die enemies? Ik vraag me nu iets af, hè. Kan ik zwemmen met dit wapen? Volgens mij niet. Dit is nogal een probleempje. Hoe ga ik naar de overkant komen? Ja, dit is echt een probleempje. Ik weet het niet zeker. Alleen ik ga het gewoon niet proberen. Want ik heb geen zin om een nieuwe te halen. Ik denk oprecht dat wij hier gewoon helemaal naar boven moeten. En dan moeten wij gewoon met die brug naar Lazy Lake. Deze challenge, die kost mij oprecht zoveel moeite. Het is niet normaal. Hoe sick zou het trouwens zijn als ik vanaf hier gewoon een enemy kon zien. En ik schiet er gewoon in één keer dood. Gewoon bim. Een deur openen. Kan ik een deur openen? Oh, dat gaat automatisch. Daar ben ik zo blij mee, hè. Ik durf letterlijk niks te doen, want ik ben gewoon bang dat dit wapen dan kapot valt. Maar we zijn aan de overkant van het water. En dat was niet voor niets, want daar is een enemy. Ga je even lekker dood. Hoppakee. Oh, ik weet trouwens al hoe ik dit wapen moet gebruiken. Ik moet gewoon inzoomen. Let op, hè. Kijk naar de verte. Bim, 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 bim. Oh, ik hit gewoon die enemy van echt super ver. Nee, niet mij schieten. Alsjeblieft, zeg maar dat ik dit kan raken. Ik wil jou killen van zover. Blijf staan, blijf staan. Oh, nee, oké. Dit is echt onmogelijk. En kijk, het liefst gebruik ik nu deze lijn. Alleen, waarschijnlijk gaat dat niet lukken. Oké, ik moet deze enemy killen. Ik weet dat ik hem kan raken. Letterlijk nog één keer raken en hij is volgens mij dood. Come on, come on. Ga dood, ga dood, ga dood. Dood! Nee, de storm komt eraan. Oh, we hebben die enemy letterlijk net op tijd gekild. En we moeten nog 2 kills. Dan hebben wij gewoon de 10 kills. Dit is toch helemaal top? Wie durft er hier op mij te schieten? Wil jij niet op mij schieten? Au, de storm komt eraan. Nee! En enemy, ik weet niet of je het door hebt hoor. Maar jij zit volgens mij ook in de storm. Niet op mij schieten. Jij staat veel te ver. Ik kan dit nooit raken. Come on! Oké, dan neem ik terug. Ik kan dit wel raken. Ik weet nou oprecht niet wat ik van het wapen moet denken. De ene keer is hij goed en de andere keer is hij pauper slecht. Ja, waarschijnlijk ben ik gewoon slecht. Oh mijn god, ik heb 10.000 IQ. Als ik deze ding kapot schiet, hè, krijg ik dan shield erbij en... Ja, oké. Heerlijke voice crack, maar we gaan ze allemaal even lekker kapot schieten. Oh, kijk, dit is toch helemaal top. En wat ook top is, is dat ik gewoon weer enemies hoor. Sterker nog, ik zie een enemy. Ga jij even lekker dood? Nee, niet achter het hek. Oké, hoe ga ik jou nu op een goede manier killen? Nee, ga even weg. Nee, kom eens hier. Enemy, niet met je shotgun om me schieten. Oké, ik ga me serieus afmaken. Oh, nog een enemy. Enemy. Niet op mij schieten. Niet met je shotgun naar me toe komen. Oprotten. Oh, nog 1 kogel. Bim. Lekker voor je. En jij bent down. Maar waar is jouw teammate dan? Ik wil zeker, maar ik ga het niet doen. Au. Is een headshot trouwens meer damage? Geen idee. Ik ga het ook niet proberen, want ik ben toontoescheef. Maar we hebben gewoon al 12 kills. En er zijn nog 4 andere enemies over. Alleen ik heb 1 probleempje. Als die enemies daarboven zijn, ik kan zeg maar niet bouwen. Dus hoe ga ik daarboven komen? Want een rift kan ik volgens mij ook niet gebruiken. Ik heb geen idee. Nou, weet je wat? Ik blijf hier gewoon lekker rennen met mijn plasma kanon. Hoe heet het wapen überhaupt? Ik weet helemaal niks. Laten we de comments even weten hoe het wapen heet. En een rift. Gaan we het proberen? Ik zit te twijfelen. Nee, ik ga het niet doen. Want volgens mij gaat dan mijn wapen weg. Hallo, enemies. Waar zijn jullie? Komen jullie eens even allemaal naar beneden toe? Dat is voor mij een stuk makkelijker, oké? Oh, er landt hier gewoon een loot drop. Ik wil die loot drop hebben. Weet je wat trouwens het leuke is in deze challenge? Het is tegelijkertijd een niet hakken challenge. Een niet bouwen challenge. En niet nog wat. Dus een niet healen challenge. En... Oh, ik zie een enemy in een bosje. Wat ga jij in een bosje campen? Wil jij niet in een bosje campen? Nee. Ga jij eens even dood. Oprecht. Als die enemies shield hebben, dan ben ik zo de lul. En volgens mij zijn die letterlijk de andere enemies ook. Enemies, komen jullie even naar mij toe. Waar zijn die enemies? Ga me nou niet zeggen dat er weer mensen in een bosje zitten, hè? Oh, wat? Ik hit gewoon iemand door het bosje heen. En wow. Achter mij zit ook iemand. Ga jij eens even dood. Hoe kan ik dit nou hitten? Echt. Oh, dit was zo'n zieke kill. Ik wou zeggen echt dat hekje zit keihard in de weg. Maar niet dus. En dit is de laatste enemy. Bim. 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 Enemy, ik weet niet of je het door hebt, maar ik zit achter jou, hè. Oké, ik wil wel proberen. Want volgens mij kan dit wapen ook een of andere lijpe blast geven. Oké, even opladen. Ik weet niet wat ik daar deed. Maar hey, ik heb het potje gewonnen. Met de mythic wapen van Galactus. Let's go.